Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, te informeren en te inspireren over hoe we het morgen slimmer en beter kunnen doen. Welkom bij de livecast van Pakhuis de Zwijger. Welkom allemaal bij alweer een NFF Extended. Dit keer over het COVID-19-protocol voor de audiovisuele sector. Deze NFF Extended is in samenwerking met de NAPA, de NCP, de DAF en met het Pakhuis de Zwijger, waar wij hier ons bevinden. We gaan het hebben over het protocol waar we straks allemaal weer mee aan de slag gaan, waarmee we op de set gaan werken. We zitten allemaal te trappelen om weer te gaan werken. En we weten allemaal dat we dat gaan doen onder een behoorlijk ander regime. En om jullie daar allemaal iets meer vertrouwd mee te maken, gaan we vandaag praten met een aantal mensen die hebben meegewerkt aan het opstellen van het protocol, van de toolkit, het maken van de app en mensen die ermee gaan werken. En dan ga ik eerst even de gasten aan jullie voorstellen. En dat is aan mijn linkerhand en dan ik moet wennen aan voor de kijker aan de rechterkant is Doreen Manshande. Zij werkt voor Media Lane en zij is daar de HR-manager. Dan niet hier in de zaal, maar op Zoom, maar dat kan dus gewoon, is Manuska Zegla-Breveld. Zij is actrice, zangeres en schrijfster, maar zit hier ook als bestuurslid van de ACT, waardoor uit welke hoedanigheid ze ook heeft meegewerkt aan het totstandkomen van de toolkit. En daar heeft ook onder andere Guido van Gennep aan meegewerkt. Guido is DOP, Director of Photography moet ik zeggen. En bestuurslid van de DAF. Hij zal daar straks iets meer over vertellen wat de rol van de DAF daarin ook is geweest. En aan mijn linker, aan mijn rechterzijde, maar voor jullie links. Ik doe dit voor het eerst op televisie, dames en heren, en niet voor een live audience. Zit Doreen Bonenkamp. Doreen was de voorzitter van de werkgroep die het protocol heeft opgesteld. Jullie kennen haar wellicht als in het verleden directeur van, het filmfestival, het Nederlands Filmfestival, directeur van het Filmfonds. En zij is nu zelfstandig, onafhankelijk, internationaal consultant en doet allerlei bestuursfuncties. Ik ga even met jou beginnen, Doreen. Op een gegeven moment kwam er een telefoontje en toen werd er gezegd, er is een protocol nodig. Is het zo ongeveer gegaan of ging het iets anders? Zo ging het ongeveer letterlijk, ja. En het was natuurlijk een vervolg op een vraag van de Rijksoverheid dat elke sector in Nederland met een protocol moest komen om weer aan het werk te gaan. En inmiddels waren er al allerlei initiatieven gestart in de AV-sector. Bedrijven die waren zelf protocollen gaan maken. En ook verschillende, bijvoorbeeld de commercial sector was zelf al een protocol gaan opstellen. Maar het was heel duidelijk dat als je het op een goede manier zou willen organiseren, dat we echt met een sectorbreed protocol moesten komen. Dus dat was de vraag die uitstond. En de uitdaging die er werd voorgelegd, want ja. Die moest je even dus allemaal bij elkaar trekken. Ja, en ik moet zeggen dat dit in al die jaren dat ik in deze sector werk een van de meest soepele processen is geweest die ik mee heb gemaakt. Want we hebben er denk ik minder dan 3,5 weken over gedaan. Om dit samen met een werkgroep van de grond te krijgen. Ook met hele intensieve samenwerking met de DAF en met Manuska en met Guido die hier ook aan tafel zitten. Dus er is heel veel inbreng gekomen welke onderdelen belangrijk zouden zijn om daarin mee te nemen. Dus misschien is het handig om daar even in hoofdlijnen doorheen te stappen. Laten we dat doen, want ik zag het protocol voor het eerst en toen dacht ik, dat is een knap stukje werk. Het is heel systematisch ook opgezet. En misschien kun je ons de systematiek een heel klein beetje laten zien. Ja, dat ga ik doen. Misschien is het handig om eerst even te snappen hoe al die documenten zich tot elkaar verhouden. We hebben aan de ene kant het COVID-19-protocol en dat bestaat uit 48 punten. Het is
krap 6,5 pagina om het te lezen. Dus dat is heel goed te doen. Daarbij hoort een indicatieve risicoanalyse-tabel. En daarin hebben we per fase in het productieproces en per departement de verschillende artikelen uit het protocol vertaald die daarvoor echt relevant zijn om extra na te kijken. En in samenhang daarmee is ook weer een toolkit met praktische tips en tricks voor op de werkvloer ontwikkeld. Dat is door helemaal door de DAF gecoördineerd. En daar gaat Guido, als ik klaar ben, met de presentatie over doorspreken. Maar zo verhouden die documenten zich tot elkaar. En er staat een belangrijk icoontje in beeld, dat is de klapper daaronder. Dat protocol moet natuurlijk per productie vertaald worden, omdat elke productie zijn specifieke kenmerken heeft. Dan is het de bedoeling om die hoofdartikelen daar naartoe te vertalen voor elke situatie. Nou, Joost zei het al, we hebben geprobeerd om een bepaalde systematiek te ontwikkelen, zodat je op hoofdlijnen een protocol kan vormgeven dat zowel voor filmproducties als voor televisieproducties scripted en non-scripted toegepast kan worden. En daarom hebben we gekozen om het op te delen in 3 categorieën. Low, medium en high risk. Dat gaat dus over de werksituaties die van toepassing zijn bij werkzaamheden thuis, op de werkvloer, op locatie binnen of buiten of in de studio. Het gros, dat is het goede nieuws van de punten, dat is namelijk punt 1 tot en met 30, gaat over low risk situaties. Dus er is heel veel in een situatie mogelijk waarin gewoon op 1,5 meter afstand van elkaar kan worden gewerkt. En dan bevat dit protocol de richtlijnen waar rekening mee gehouden moet worden en die gevolgd moeten worden. Komen we op medium, dan zijn er een aantal extra voorzorgsmaatregelen die getroffen moeten worden. Dat gaat enerzijds om beschermende kleding. En zoals jullie hebben gemerkt, is dit al de tweede versie van het protocol. Namelijk de eerste versie hebben we op 18 mei gepubliceerd en op 29 mei op mijn hoofd de tweede versie. Waarbij het nu mogelijk is om ook zonder beschermende kleding binnen de 1,5 meter te werken. Dat is natuurlijk met name relevant voor iedereen voor de camera. Daar worden dan wel een aantal extra eisen aangesteld. Namelijk, je mag natuurlijk, maar dat geldt voor iedereen, niet naar de set komen op het moment dat je klachten hebt. Maar wat er ook van je wordt gevraagd, is om de periode dat die opnames zijn, echt de strikte RIVM-richtlijnen die vanaf het begin van de pandemie golden, om die helemaal na te leven. Dus zoveel mogelijk thuis te blijven en zo min mogelijk de deur uit te gaan als dat niet nodig is in de hele periode dat die opnames zijn. Dan komen we tot de high-risk situaties. Dat zijn de laatste 2 punten uit het protocol. En dan hebben we het over situaties waar zowel niet een afstand van 1,5 meter kan worden gehouden, als die beschermende kleding onvoldoende kan worden toegepast. En ook die, dat terughoudend zijn in sociale contacten onvoldoende bescherming biedt. En er sprake is van intieme scènes. Dat zijn nu de situaties die we nog niet mogen uitvoeren. Daarvoor is het echt noodzakelijk dat RIVM toestemming geeft om daar verder in te verruimen. Dus daar zijn we nog een afwachting van. En er zijn dan een aantal extra aanvullingen, waaronder de belangrijkste is dat we dan graag preventief willen testen voor iedereen die in deze situaties zou moeten werken. Maar los van die preventieve testen is het dus ook nodig dat we daar toestemming voor krijgen van RIVM. We volgen hierna een aantal plaatjes die deze situaties beschrijven. Dus de low, medium en high risk. Ik deed dit waarschijnlijk te snel, dus ik zal dit opnieuw doen. En dit is dus zeg maar de low risk situaties. Medium risk is dus nu goed mogelijk. En deze situaties die kunnen op dit moment dus nog echt niet. Dan hebben we één rol toebedeeld die nieuw is, die we in ieder geval in Nederland nog niet altijd op een set hadden. En dat is de Health and Safety Officer. Omdat het ons belangrijk leek dat als je al deze voorzorgsmaatregelen goed wil opvolgen, dat het belangrijk is dat er iemand ook de verantwoordelijkheid krijgt om daarop toe te zien. En dat met de hele ploeg, met cast en crew, in goede banen te leiden. Die ziet er dus op toe dat al die maatregelen en richtlijnen uit het protocol zo goed mogelijk worden nageleefd.
werkt intensief samen met First AD, met productie- en locatiedepartement. En het is een rol die ook eventueel gecombineerd kan worden met een andere functie op de set. Dat hangt natuurlijk af van de omvang van de productie. Want het is wel belangrijk dat als je die verantwoordelijkheid bij iemand legt, dat hij daar ook voldoende tijd voor heeft om dat te kunnen doen. Wat ik hier nog wat leuk is om te melden in ieder geval, want het is natuurlijk een nieuwe rol en het is ook belangrijk dat je wat handvatten krijgt op welke manier je zo'n rol zou kunnen uitvoeren. Op de websites van NAPA en NCP, dus de producentenverenigingen, staat nu ook aangekondigd dat er binnenkort, volgende week als ik het goed zeg uit mijn hoofd, een cursus start voor een COVID-19 manager om daarin op te leiden. Dus we proberen ook op zo goed mogelijk te faciliteren dat al die maatregelen en voorzorgsmaatregelen die worden aanbevolen om op te volgen, dat die ook opgevolgd kunnen worden. Dit even in een notendop over het protocol zelf. Ik geef zo het klikkertje en het woord over aan Guido. Maar ik wilde toch nog even een aantal aandachtspunten met jullie delen. Die naast dat hele protocol, want dat is natuurlijk een voorwaarde om meer aan het werk te kunnen en dat of het werk voor te zetten. Maar er zijn natuurlijk gewoon nog een aantal extra aandachtspunten die minstens zo relevant zijn. En dat blijft de garantiefaciliteit die nodig is om de extra verzekeringsrisico's af te dekken. Aan de andere kant natuurlijk de beschikbaarheid van preventieve tests op het moment dat we die high-risk situaties wel weer allemaal kunnen uitvoeren. En het blijft een grote uitdaging voor de sector dat er behoorlijke meerkosten zijn, die in ieder geval qua schatting circa op 25% zitten. Dat zal per productie verschillen. Soms zal het hoger zijn, soms zal het ook lager zijn. Maar het blijven minstens zo'n belangrijke aandachtspunten om bij stil te staan dat we met alleen het protocol nog niet helemaal zijn. Dus nog even resume. Het gaat er dus om dat dit protocol vertaald moet worden per productie. En het blijft altijd een individuele afweging van de producent en het hele team of een productie ook goed genoeg kan worden uitgevoerd. En alles bij elkaar is dit ook echt een gedeelde verantwoordelijkheid. Ik snap dat het heel moeilijk is om op deze manier aan het werk te gaan. Maar je doet het niet alleen voor jezelf, je doet het ook voor elkaar. Dus het is echt een gedeelde verantwoordelijkheid om samen te nemen. Ja, dat lijkt me verschrikkelijk belangrijk. Dat moeten we nog een paar keer zeggen, vind ik, vandaag tegen elkaar. Ik zou je een baan bij het RIVM aanbieden. Ik vind je presentatie heel erg strak. We gaan zo eventjes naar de toolkit, die ook beschikbaar is en die het misschien nog wat handzamer allemaal maakt, die ook in app is verschenen. Ik moet jullie ook nog uitnodigen om onder in beeld te kijken, want er is een balkje, daar staat vragen. Daar kun je vragen insturen. We hebben aan het eind van deze sessie een kwartiertje ongeveer om vragen te beantwoorden. Hopelijk kunnen we ze allemaal beantwoorden, maar dat lijkt me niet. Dus we zoeken de meest relevante daarvoor uit. En daaronder zit een chatfunctie waarmee je met alle mensen die kijken en luisteren ook kunt chatten ondertussen. Guido, zou jij iets willen vertellen en laten zien over de toolkit? Ja, zeker. Dat wil ik heel graag. Dus de toolkit komt eigenlijk voort uit het protocol en is eigenlijk een praktische vertaling van het protocol. We hebben dat binnen de Dutch Academy for Film ontwikkeld samen met alle vakverenigingen die film maken in Nederland. En de toolkit is vooral gericht op speelfilm, dramaseries, documentaires en animatie. Dus het is niet op alles gericht. We zijn nog aan het kijken of we hem nog verder uit kunnen breiden. Maar in eerste instantie leek ons dit helder. We hebben alle vakverenigingen eigenlijk gevraagd wat zij dachten dat nodig was om veilig aan het werk te kunnen. Dus van catering tot make-up tot acteurs. Iedereen heeft eigenlijk meegedacht daarover. Daarnaast hebben we veel buitenlandse protocollen die er lagen, waaronder Engelse en Amerikaanse protocollen hebben we gebruikt om ook informatie uit te halen, omdat Amerikanen en Engelsen die draaien natuurlijk ook ongelooflijk veel en die hebben goede ideeën over hoe je dat zou moeten doen. We hebben dat in eerste instantie in een PDF gemaakt en toen dachten we van eigenlijk zou het wel handig zijn om het op de set snel te kunnen bekijken. Dus toen hebben we een app ook ontwikkeld daarvoor en
Nou ja, ik ben er zelf best wel trots op eigenlijk, hoe die is geworden. Ja, en terecht, ik heb hem ook op mijn telefoon. En ook voor mij is het super toegankelijk, maar dat ga je ons nu ook even laten zien. Ja, dus het is eigenlijk, je kan er vanaf meerdere kanten kan je erin. We hebben hem zowel in het Nederlands als in het Engels gemaakt, omdat er in Nederland ook veel commercials worden gemaakt. Dus dit is de Engelse versie, die heeft een iets andere kleur. En je kan ook aan het logootje zien dat die Engels is. Dus dat houdt het heel erg duidelijk eigenlijk. In allebei de apps staat het protocol. Dus het is ook handig als je gewoon op de set staat, kan je het protocol vinden en de laatste versie daarvan. Dus wij updaten die zo snel er een nieuwe versie komt. Belangrijk detail dat je die ook altijd onder de knop hebt. Precies. Dus in die zin blijft alles met elkaar verbonden en blijft het één ding. En daarnaast staan de basisregels van het RIVM staan ook in de app. Dus daarmee gaan we gewoon ook weer de breedte in. Weet je wel, wat zijn de huidige regels in Nederland? En waar moet je je sowieso aan houden? Het is natuurlijk heel veel common sense, maar toch is het altijd handig om het weer eventjes te kunnen nakijken van wat was het nou ook weer. Ja, er staan heel veel natuurlijk dingen in die we allemaal al lang al herkennen, waar we al lang al bekend mee zijn, maar er zijn ook een heleboel hele geinige nieuwe tips in. Precies, dus dan kom je inderdaad op, dan ga je de departementen in. We hebben een losse pagina gemaakt. Buiten dat we alle filmdepartementen los hebben genomen, dus catering of figuratie zie je hier, hebben we een losse pagina gemaakt voor documentaire. Omdat dat natuurlijk een hele andere filmsituatie is dan een drama shoot. Dus omdat mensen vaak dichter op elkaar zitten, microfoons moeten overgegeven worden. Dus daarom hebben we een los ding voor documentaire gemaakt. Als je bijvoorbeeld hier kijkt, hier gaan we geluid in. In bijvoorbeeld de afdeling geluid maken we dan onderscheid tussen de verschillende mensen die in dat departement werken. En dan kan je per persoon kan je dus kijken wat de dingen zijn waar je op moet letten. Dit zijn tips en tricks, dit zijn geen regels. Dus het is niet zo dat er niet nog meer informatie is. Maar dit zijn in ieder geval de dingen die we op dit moment hebben gevonden en die we als input hebben gekregen van de Nederlandse geluidsmensen. En die hebben daar heel serieus naar gekeken. Nou, en het is super lekker flexibel natuurlijk als medium voor als we straks allemaal gaan draaien en dingen gaan ontdekken met elkaar en zeggen, hey, dat was ook nog handig wat ik heb ontdekt. Dat kan precies dan gewoon natuurlijk hier ook weer in terechtkomen. Ja, dus het is voortdurend. We hebben het ook al een aantal keer geüpdate. Dus dat is heel goed. En er gaan natuurlijk ook dingen uit. Zoals Doreen zei, nu is het mogelijk dat acteurs binnen 1,5 meter mogen zijn. Alleen ze mogen nog niet zoenen of vechten of dat soort fysieke dingen doen. Dus daardoor konden we dat gelijk ook in de toolkit konden we dat veranderen. En dan kan je dat dus daarin terugzien. Ja. Dus nou ja, het is al die dingen. Die Toolkit app die is downloadbaar vanaf de Dutch Academy for Film site en vanaf de NAPA site. Dus daar kan je die vinden in allebei de talen. Dus dat is daff.nl en napa.org. Kijk, ja. daff.org. Dat doe ik ook altijd verkeerd in het e-mailadres daar naartoe. En napa.nl. Ja, precies, ja. Dus dat, ik zit even te kijken of er nog meer zijn, maar ik geloof... Ja, hier, dat is het enige wat ik nog even wilde zeggen. Natuurlijk een belangrijke departement in dit geval is ook make-up en haar, waarin veel dingen anders worden gedaan dan dat ze daarvoor waren gedaan. Omdat normaal make-uppers natuurlijk heel dicht bij de acteurs komen. En de acteurs zijn eigenlijk medium tot high risk. Dus daardoor worden de make-uppers ook low tot medium risk. En moeten zij ook met mondkapjes werken of veiliger werken. Dus, nou ja. Om maar een voorbeeld te noemen. Dan gaan we het beter doen met een kapper in ieder geval. Ja, precies. Dat is natuurlijk interessant. Dat kappers, die hoeven elkaar alleen maar te vragen aan de klant van voel jij je oké? En dan zegt de klant tegen de kapper van voel jij je oké? En dan kunnen ze aan de gang. En wij kunnen dat nog altijd niet in de film. Vind je dat overdreven dat wij dat dan toch wat strenger doen? Of zeg je nee, dat is wel relevant? Ik denk dat het belangrijk is dat wij het heel serieus nemen, weet je wel. Want we willen natuurlijk, als we een productie starten, dat dat de hele tijd goed blijft gaan. En dat het niet opeens misgaat doordat iemand toch ziek is en ertussen komt. En dat we opeens weer volledig stil liggen. Dus ik denk dat wij dat absoluut serieuzer moeten nemen. Ja. Maar het blijft natuurlijk vreemd en intrigerend dat de kappers deze vrijbrief hebben gekregen. Ja, zeker. Ja, dankjewel. Dat ziet er fantastisch mooi uit. Ik ga even naar Manoushka toe. Manoushka, jij hebt ook onder andere samen met Guido aan de toolkit gewerkt.
Maar ook heel erg, denk ik, vanuit het acteursstandpunt meegekeken en meegedacht, toch? Ja, ja, vanuit de acteurs inderdaad, vanuit ACT, Acteursbelangenvereniging, hebben we eerst zelf met het bestuur een bijgedragen, zo van een lijstje gemaakt van dit denken we dat erin moet komen te staan. En vervolgens hebben we, toen het eenmaal op gang was, hebben we aan onze leden gevraagd, we hebben er ergens tussen de 11 en de 1200 bij elkaar. Dat zijn mensen die veel werken in film en televisie. Gevraagd om mee te lezen ook. Niet aan alle 1100, moet ik zeggen. Dat was ondoenlijk. Maar wel een soort testgroep hebben we samengesteld. Dus in één, iedereen gevraagd, waar heb jij nog ideeën? Daar hebben we heel veel reacties op gekregen. En nou, veel dubbelingen ook natuurlijk. En toen er een volgende versie was, zijn we dan met een testgroep gaan werken om te kijken of we wat specifieker erop in konden gaan. Dat in het kort hoe wij vanuit ACT onze bijdrage aan de toolkit en het protocol hebben geleverd. Ja, en ik kan me ook voorstellen, voor acteurs super relevant. Het klinkt een beetje gek om het zo te zeggen, maar acteurs gaan een beetje van hand tot hand natuurlijk op een set. Dus ze komen eigenlijk bij iedereen, bij elk departement wel aan. Ja, ja, inderdaad. Dus het was... ik weet nog dat de eerste vraag was vanuit de DAF die we gesteld kregen. En die wij dan ook stelden aan onze leden. Blijf bij je eigen vakgebied. Maar inderdaad kwam al snel aan de orde dat er kwamen heel veel suggesties voor andere departementen. Omdat elke acteur daarmee te maken kreeg. Precies zoals je dat net zo mooi zegt. We gaan van hand tot hand. en daar heeft iedereen, had iedereen heel veel ideeën over. En het uiteindelijke resultaat, dat is... Dus in die toolkit en in het protocol beland. En heb je het gevoel dat door de acteurs ook mee te laten denken en praten... en nu dat het protocol en de toolkit er zijn... dat er misschien ook wat zorgen alvast weg zijn genomen? Jazeker, ja. Ja. Ik vind het sowieso goed dat we het op deze manier gedaan hebben... omdat dit de mensen zijn met het hoogste risico, de acteurs... vanwege het hand-tot-hand gebeuren. Maar over zorgen wegnemen... we hebben steeds gehamerd, wat je eerder vanmiddag ook al zei... en wat Doreen net ook al zei... is de verantwoordelijkheid die je zelf moet nemen... op het moment dat je weer aan het werk gaat en dat... er niemand is die voor je kan beslissen hoe of wat je moet doen. Maar dit is een richtlijn en probeer je zoveel mogelijk eraan te houden. Neem vooral je eigen verantwoordelijkheid daarin ook. En dat, denk ik, heeft al bij heel veel mensen voor een soort van besef gezorgd. Dat we het vooral samen moeten oplossen en dat hun zorg... Dus dat ze daar hun eigen zorgen weg kunnen nemen, ook voor een deel in ieder geval. En ja, inderdaad, dat zo'n protocol is gemaakt en samengesteld, dat heeft voor heel veel rust gezorgd in onze vereniging in ieder geval. Dus het is eigenlijk gewoon een enorme steun voor iedereen die zich verantwoordelijk wil gedragen. En ik ga ervan uit dat we dat allemaal willen voor niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze hele sector en de samenleving. Dus het geeft gewoon handvaten om te weten hoe je dat moet doen. Ja. Ja. Ja, nou, hoe je dat op een verantwoordelijke manier het beste kunt doen. Ja. En het lijkt mij zo fijn dat als we straks weer aan het werk zijn, dat we iets hebben om op terug te vallen. Hoe zat het ook alweer? Elke productie komt vast verschillende dingen tegen, maar dat er dan in ieder geval één document is en één paparas en gelukkig in een app. Hoe staat het ook alweer? En hoe moeten we dit probleem oplossen? En hoe kunnen we het beste aanvliegen? En wat was die ene regel over dat en dat ook alweer? Dat lijkt me een geweldige steun in de rug straks. Heel goed, we zijn er heel blij mee. Ja, zeker. Ik ga even naar Doreen. Doreen, Media Lane, jij bent de HR-manager. Kun je even iets vertellen wat voor soort producties jullie doen... en ook hoe jullie met het protocol aan de slag zijn gegaan? Ja. Dat kan ik. Media Lane is een contentproducent, niet alleen voor televisie, maar ook theater en groot live entertainment. Maar nu gericht op theater maken we zowel non-scripted producties als scripted. Scripted dit jaar nog de serie Case & Co. En als het goed is starten we begin augustus met een nieuwe dramaserie. En voor televisie maken wij onder andere programma's met Paul de Leeuw, Paul pakt uit. Programma's met Ivonie, de tv-show, Ellie op patrouille, Erika op reis.
Onlangs hebben we in de coronatijd even tot hier gemaakt met Niels van der Laan en Jeroen Moe. Zonder publiek, maar met een Zoom-applicatie waarin het gelukt is om dat te doen. En wij zijn heel dankbaar voor het protocol wat er ligt namens de werkgroep. Want het is ontzettend zinvol dat we dit hebben, nuttig. We doen dit niet voor onszelf, maar voor de samenleving. En opdat wij aan het werk kunnen blijven en kunnen gaan. En wat wij binnen MediaLane gedaan hebben, is dat ik met voor TV, met de verantwoordelijken, de UP's, productieleiders, hebben de protocollen doorgenomen. En dan is het inderdaad best even een heel pakket, hè, inclusief de toolkit. En dan moet je nog even je weg erin vinden, hoe dat gaat. En hebben we gezegd, per productie wordt iemand verantwoordelijk in de rol van health en safety officer. Binnen MediaLane zal ik ook health en safety officer zijn, maar meer ook om per productie de health en safety officer te helpen. En hebben we ook, zoals Doreen al aangaf in haar presentatie, zullen we per productie een toegespitst protocol gaan maken met daarin de risico's, hoe we daarmee omgaan, welke middelen zijn er nodig, wat hebben de mensen nodig op locatie. Want het klopt inderdaad, elke productie is anders. Je hebt producties in een studio, je hebt productie op locatie, je hebt productie zometeen toch ook weer met publiek. En we willen gewoon echt de veiligheid van iedereen garanderen. En wat ik wel zie in de gesprekken die we erover hebben en ook op kantoor, maar we zien het denk ik in de samenleving, heel veel zit ook in gedrag en sturen op het gedrag. En het is voor ons heel moeilijk, die anderhalve meter, dat zit gewoon niet in ons nog. En daar probeer je elkaar ook op aan te spreken. En dat doe je bij iedereen op een andere manier. Maar het is belangrijk dat we er ons aan houden. Want het is de werkgelegenheid van ons allemaal, zoals we hier zitten en degene die meekijken en luisteren. Maar jullie maken dus gewoon vanuit het bestaande protocol elke keer een nieuw protocol. Dus dat mogen wij eigenlijk als medewerker ook verwachten van een producent, dat er voor elke productie een protocol komt en dat we daarover worden geïnformeerd. Ja, kijk, ik vind dat het aan de producenten zelf is of zij per productie een protocol gaan maken. Het zou mijn advies zijn, omdat ik denk dat het leesbaar is. Omdat heel veel, het protocol is natuurlijk ook, als je kijkt naar de toolkits, ook geschreven op filmproducties. Nou, daarvan is heel veel niet van toepassing voor ons. En je wil het gewoon zo kant en klaar en hapklaar maken voor de mensen. Zodat ze het ook begrijpen dat het snel leesbaar is. Ja. Wij hebben hiervoor gekozen om dat op die manier te doen. Nou, en je zei nog iets interessants. Er is een health and safety officer ontzet. Soms zul je het een health and safety officer zijn. Sommigen zullen het een COVID manager noemen. Ja. Maar bij jullie is er iemand op set die je kan aanspreken. Dus als je vragen hebt of onzeker bent of denkt, klopt die situatie wel? Ja. Dan is er altijd iemand met een petje op die je kan herkennen. Een groot COVID-embleem erop. Nee, maar dat is. Je moet natuurlijk als crew of castlid wel weten bij wie je terecht moet. Ja, dat klopt. En dat zal in die zin ook gewoon duidelijk gecommuniceerd worden. Ik denk niet dat het met een petje is, maar het wordt wel duidelijk gecommuniceerd. En kijk, als een productie start, zal er ook een startmeeting zijn. En zal er ook gewoon uitgelegd worden wat van belang is. En als je op een dag in een studio staat, dan heb je weer andere mensen die aanwezig zijn. Dus dan moet je inderdaad gewoon 's ochtends, en dat kan dan de opnameleider zijn, die taak krijgt vanuit de Health and Safety Officer, om iedereen te informeren over de geldende regels die dag. Nou, we hebben je natuurlijk ook een beetje uitgenodigd, omdat we het idee hebben dat jullie het hartstikke goed aanpakken. En misschien een beetje een voorbeeldfunctie. Maar ook omdat ik denk dat het belangrijk is voor mensen die naar een set gaan, om te weten dat ze er ook wel recht op hebben, vind ik, om geïnformeerd te zijn. En wat je zegt, vooraf ook goede informatie te ontvangen. En te weten waar ze naartoe gaan en waar ze zich in gaan begeven. Ja. Vinden wij ook. Ja, en gaat die health and safety officer dan ook met zo'n stok van anderhalve meter echt rondlopen? En is het ook een beetje een politieagent? Of nou, gaat dat? Ik hoop dat we dat niet nodig hebben. Nee. Dat,
ik hoop echt dat we dat niet nodig hebben. En dat iedereen zich realiseert wat ongeveer 1,5 meter is. En voor mij is het af en toe ook nog lastig, hoor. En ik probeer er zo goed mogelijk aan te denken. Is dit nou 1,5 meter of is dit 1,20 meter of 1,30 meter? Maar er zit een groot verschil in elkaars echt naast elkaar zitten of de afstand die je neemt. Ja. En nou, een ander ding lijkt mij ook. Het hoeft natuurlijk ook niet alleen de health en safety officer te zijn die ziet of dingen goed gaan of niet gaan, toch? Nee, want dat kan ook niet. Kijk, als je een hele kleine productie hebt, dan zou dat kunnen. Als het in deze hoedanigheid is, dan kan je als health and safety officer zeggen, hey, jullie hebben geen 1,5 meter. In grotere producties kan het niet. Maar dan is het wel dat je vooraf in kaart hebt gebracht, oké, stel nou een opnamedag met publiek. Dan heb je publiek over de vloer. Die moet je desinfecteren. Daar moet je de vraag stellen. Heeft u gezondheidsklachten? Daarvoor maak je iemand anders verantwoordelijk. En het is de health and safety officer, of de verantwoordelijke daarin, die heel goed die taken bij die persoon heeft neergelegd. En ik vind, we zijn volwassen allemaal, dat je er mag vanuit gaan dat iedereen dan die taak gewoon ook serieus neemt en dat ook doet. Want iedereen die aan een productie dus deel gaat nemen, die krijgt vooraf ook een formulier met een aantal vragen over de gezondheidstoestand van haar of hemzelf en van de omgeving, toch? Dus voordat je op set komt, voordat je mensen op set tegen gaat komen, weet je eigenlijk dat die geen klachten van enige aard hebben. Ja. Nou ja, ook prettig weer om te weten, denk ik, voor het publiek van, ik ga niet naar een of andere COVID-hotspot. Ik ga echt naar een toch wel relatief veiliger situatie dan wanneer ik in het openbaar vervoer stap. En ook daar geldt weer dat het van belang is dat, dat je inderdaad ook niet, als je je niet goed voelt, dan ga je ook niet. Als je je niet goed voelt, heb je het op de camera gezegd, als je je niet goed voelt, dan ga je ook niet. Ga je ook niet. Nee. Ja. Nee, het lijkt me een belangrijke boodschap. Ja, zeker. Ik denk ook zelf, met een achtergrond als producent, ik heb zelf het gevoel, er komt heel veel af op productie, locatie, teams, op AD-teams. Dus ik denk dat is ook wel voor mijn gevoel een goede reden om hier met elkaar te zitten en iedereen te vragen om zich voor te bereiden. Want er komt veel af op die teams die het altijd al druk hebben, maar nu, Guido, misschien een vraag voor jou, maar die nu nog veel meer moeten regelen van tevoren en bedenken waar we nog niet mee gewend zijn. Nee, zeker. Dus kijk, het is natuurlijk zo dat filmmakers of dramamakers, maar ook televisiemakers, zijn natuurlijk gewend om te improviseren. Dat kunnen we heel erg goed, omdat we heel vaak als een soort, ik zou bijna zeggen een soort legerunit, landen we ergens en dan binnen een uur staan we de scène te filmen die we hadden afgesproken, dat we die zouden gaan maken in dat verhaal. Dus die improvisatiekracht is heel groot. Alleen dan nog altijd, nu moet die improvisatiekracht dus eigenlijk anders gebruikt worden. En dat, maar ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in dat we dat kunnen doen. Als we allemaal maar gefocust zijn op dat op die nieuwe manier doen. Ja, dat is denk ik heel belangrijk. Dat we die net iets andere blik hebben daarop dan normaal. Dan gaat het goed. Ja, dus het is wel degelijk, zeg jij, een inspanning die we met z'n allen moeten leveren. En waar we niet alleen maar kunnen wachten op instructies en dan gaan. Het is natuurlijk interessant dat je zegt van productie, het komt ook veel bij productie. Dat gaat natuurlijk over verantwoordelijkheid en verzekerbaarheid. En dat is een heel complex iets natuurlijk met dit. Omdat COVID-19 is niet verzekerbaar. Eigenlijk hebben alle verzekeraars gezegd van, wij gaan dit niet verzekeren. Dus het Filmfonds is bezig met een speciale pot te maken. Waaruit eigenlijk dat, wat ze dan noemen, het restrisico. Dus eigenlijk kan je alles verzekeren behalve COVID-19. Dat restrisico van die COVID-19, dat zou dan uit die pot moeten komen. Dus als er, stel je bent aan het filmen en je hebt 4 dagen gedraaid en je moet nog 1 dag gaan draaien en je actrice die wordt ziek, dan moet de hele crew naar huis. Dus dan is de vraag van, dan zou je toch zeggen dat iedereen gewoon betaald moet worden. En dat moet ergens vandaan komen, dat geld. Ja. Plus natuurlijk dat door alle nieuwe maatregelen gaat alles langzamer. Precies hoeveel langzamer het gaat is onduidelijk. Maar
Er zijn mensen die zeggen van het is 15%. Er zijn mensen die zeggen het is 25%. Er zijn mensen die zeggen het is 35%. Anyway, ik denk als je eenmaal begonnen bent met op deze manier te filmen, dan in het begin zal het langzaam gaan. En langzaam maar zeker kom je er met z'n allen in, zoals altijd eigenlijk. En dan weet iedereen hoe dat zou gaan. En dan zijn we weer sneller. Dus dan compenseer je dat weer. Maar dat geld zou ergens vandaan moeten komen. Want je hebt dus meer draaidagen eigenlijk nodig dan normaal. Want in Nederland staan we natuurlijk bekend om onze extreem snelle en handige productiecapaciteit. Maar dat gaat uit van een soort mierenhoop techniek. Namelijk, na ieder shot duiken we er met z'n allen in. We veranderen alles razendsnel en dan gaan we er weer allemaal uit. Ja. En dan gaan we weer filmen. Dat kan nu niet. Nee, dat zal de grootste verandering zijn, denk ik, voor iedereen die nu op een set komt. Is dat alles wat allemaal tegelijkertijd gebeurde, dat moet nu allemaal in stapjes achter elkaar. Ja. Precies. En dan moet iedereen heel erg gedisciplineerd op elkaar gaan wachten. Ja, en eigenlijk het is eigenlijk de Engelse manier. De Engelsen doen dat eigenlijk altijd al. Dus dan is het zo van, eerst gaat het lichtteam erin. Die passen de lampen aan, die gaan er dan uit. Dan gaat de decorploeg gaat erin, de setdresser, om aanpassingen te doen. Dan worden de acteurs er weer in gedaan. Dan wordt de kleding gecheckt. En dat normaal deden wij dat altijd allemaal tegelijkertijd. Dus ja, nu is dat een... Ja, dat is interessant. De COVID-tijd is natuurlijk ook een tijd van innovatie. Ik denk dat er in onze industrie een heleboel innovaties nu een soort van duw krijgen en dingen gaan veranderen. Hopelijk ook misschien wel ten goede. Jij hebt het over het garantiefonds. Jij zei daar net ook iets over. Het is nog niet helemaal klaar, hè, geloof ik, het garantiefonds voor, zeg maar, om verzekerd te zijn? Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet zelfs. Nee. Nee, dat is echt een groot probleem. Er is nu een start gemaakt bij het filmfonds. Ja. Maar we hebben het wel over de hele audiovisuele sector. Ja. En met een grote productie aan series. Dus bij de omroepen spelen deze problemen idem. En omdat we in Nederland gewoon met name onafhankelijke productiemaatschappijen hebben, die kunnen dat risico gewoon niet zelf dragen. Dat komt weer omdat ze natuurlijk te weinig vlees op de botten kunnen opbouwen door de inkomstenstromen uit de exploitatie. Maar daar moet dus wel een oplossing voor komen op de korte termijn. Omdat je, wat ik net al zei, een prachtig protocol kunt hebben. En ik denk dat dat hier in dat protocol en de manier waarop werkzaamheden op de set aan gaan passen, dat best ook heel veel, ja, hoop ik, duurzame, positieve gevolgen heeft voor de toekomst, die je best vast kan houden. Maar dit soort zaken moeten er natuurlijk ook nog geregeld worden voordat je het werk gewoon kunt hervatten. Nog even samenvattend. Producties die steun ontvangen of subsidie ontvangen of bijdrage ontvangen van het filmfonds, die kunnen nu al wel aanspraak maken op zo'n garantiefonds wat de boel verzekert. Maar andere producties, Doreen, jullie kunnen daar nog geen aanspraak op maken. Nee. Is het zo dat, al die extra kosten en al die extra risico's die daarmee gemoeid zijn, die misschien niet altijd gedragen worden door de financiers, gaat dat ook leiden tot andere, misschien arbeidsvoorwaarden, contractvoorwaarden voor crew? Moeten die misschien ook verwachten dat er ook van hun wordt verwacht dat ze gaan helpen om die extra kosten een beetje te drukken? Ja, dat vind ik nog te vroeg om dat te zeggen. Ik durf dat nog niet te zeggen. Je weet dat nog niet precies. Nee. Maar dat is wel een beetje wat ik in de wandelgangen zelf heb gehoord. En misschien is dat bij jullie nog niet helemaal duidelijk, maar is toch dat de producenten die extra kosten niet altijd gefinancierd kunnen krijgen. En dat van crew wellicht toch zal worden gevraagd iets langere dagen en kortere periode. Geen 24 uur opzeggingstermijn, maar misschien gewoon op de dag zelf eventueel nog zonder betaling. Maar dat zijn wel dingen die ik hoor zo uit het circuit dat die gaan gebeuren. Doreen. Nou, dit zit allemaal in de volgordelijkheid, denk ik. Wat ik net zei, dat verzekeringsverhaal moet nog opgelost worden. Dat geldt ook voor de meerkosten. Op het moment dat je op dit moment al beslissingen zou willen nemen over producties die je wilt voortzetten, dan krijg je discussies over hoe gaan we die kosten nu neerleggen die we moeten maken als we dat extra geld nog niet hebben. Terwijl het natuurlijk wel degelijk opgelost moet worden op niet al te lange termijn. Dat die meerkosten via extra financiering worden bekostigd, in plaats van dat ze afgewenteld worden op iedereen die meewerkt aan een productie. Ja, maar er is nog iets anders ingewikkelds aan, wat ik even wilde
noemen. En dat is dat het Filmfonds dat die potten aan het maken is. En de NPO-fonds is daarover aan het praten, begreep ik. Maar dat natuurlijk onafhankelijke producties van bijvoorbeeld Videoland of RTL... die kunnen daar geen gebruik van maken. Dus voor die en ik heb ook al van producties gehoord die daarom zijn gestopt. Dus dat is natuurlijk heel heftig. Dat, ja. Hoe zit dat dan in elkaar? Weet je wel, dat de dingen die al van overheidswegen geld kregen, die krijgen dan geld wel erbij. Maar de producties die onafhankelijk waren, terwijl we in Nederland altijd hoog willen dat iedereen ondernemerschap doet, die krijgen geen hulp. Weet je, daar is een soort rare. Ja. Dat klopt nog niet helemaal. Zo. Nee, er zullen wel wat verwarrende dingen allemaal op ons afkomen nog. Die we gaan oplossen gaandeweg naarmate we ervaring opdoen met het draaien onder het COVID-protocol. Hier aan tafel hebben we voor mij allemaal nog niet op een set gestaan. Manoushka, jij hebt ook nog niet op een set gestaan, geloof ik, hè? Oh, ja. We hebben geen geluid. Manoushka's geluid is even weg. Is mijn geluid weg? Is mijn geluid terug? Ja, we horen je, hoor. Goed. Ja, nee, ik heb ook nog niet op een set gestaan, maar ik heb wel verhalen van leden van ACT die dat wel hebben. En de reacties zijn over het algemeen vrij positief. Zeker nadat het protocol vooral, maar zeker daarna. En dat gaat dan om commercials. En ik heb begrepen dat het in ieder geval een hele geruststelling is. Wat ik eerder ook al zei, dat er iets is waar je op terug kunt vallen. Dat er iets is waar je even kunt checken of je wel goed bezig bent met elkaar. En dat in ieder geval van de voorbeelden die ik heb gehoord, mensen echt hun eigen verantwoordelijkheid nemen in het draaien en met elkaar omgaan. En eigen verantwoordelijkheid nemen, maar mensen waren ook adequaat geïnformeerd en hadden ook het gevoel dat ze allemaal goed op de hoogte waren van waar ze aan toe waren. Ja, dus echt wel in basis wat er in het protocol staat, wordt nageleefd. En daar waar het afwijkt of waar het net eventjes anders is, dat wordt er gezamenlijk naar een oplossing gezocht. En iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid daarin. Dus inderdaad goed geïnformeerd, goede afspraken met elkaar, alle veiligheidsmaatregelen in acht nemend. Ik heb nog niks, bij ons is niks binnengekomen van mensen die al gedraaid hebben. Nee, er is nog niet echt iets aan series en films gestart, maar qua commercials gaat het, de verhalen die wij horen zijn in ieder geval heel positief. Heel goed. Ik zou zeggen, het is misschien nog wat vroeg, maar ik kan me voorstellen dat we misschien straks al even naar wat vragen gaan kijken. Tenzij er nog hele brandende issues zijn. Eén brandpunt wat hier op mijn laptop verschijnt, is dat de Napa-site helemaal niet napa.nl is. Hoe haal ik het in mijn hoofd? Het is de www.producentenalliantie.nl. Om dat maar even recht te zetten. Daar is de protocol en de toolkit zijn daar te vinden. En ook informatie over de cursus voor COVID Manager. Zijn er al vragen? Moet ik dan aan de regie even vragen eigenlijk? Ik had zelf nog een vraag doorgekregen van een bevriende line producer. En die bracht eigenlijk weer naar voren van de kwestie dat de regels die er nu liggen over acteren en over figuratie eigenlijk best wel onduidelijk zijn. Namelijk, er is gezegd van we mogen binnen 1,5 meter, maar waar is nou precies die grens? En hoe kunnen we daarmee omgaan? Want in andere landen, zoals bijvoorbeeld in Duitsland, worden de acteurs getest. En dus die worden eigenlijk voordat ze gaan draaien, een aantal dagen daarvoor worden ze getest. En dan weten de producenten van deze persoon die heeft het niet. En die heeft het ook niet gehad. Dus dan is dat veilig en dan mogen zij alles doen. En dat is natuurlijk een helderdere oplossing dan eigenlijk de soort halve oplossing die we nu hebben gekregen van het RIVM of het Outlook Management Team. Dus dat is eigenlijk een beetje de vraag van hoe moeten mensen daar nu op dit moment mee omgaan? Ja, want dat testen dat is hier nog niet echt doorgevoerd. Hè? In andere landen is dat heel erg leidend in de uitvoering van protocollen. Maar bij ons niet. Is daar een specifieke reden voor waarom wij dat niet doen? Of
Nou, weten wij dat? Wij hebben natuurlijk dat zeker als voornemen, een belangrijk voornemen, in het protocol opgenomen. Dat we ook willen testen. Ik snap heel goed wat Guido zegt, dat geeft bredere zekerheid en je kan je weer makkelijk bewegen. En je geeft volledige bewegingsvrijheid eigenlijk op het moment dat je dat via een test kunt regelen. Op zich ben ik het niet helemaal eens dat het onduidelijk is. Want nou, een hand op een schouder en dat aanraken binnen de 1,5 meter, dat mag wel. Maar zoenen en vechten en is echt intensief fysiek contact, dat kan niet. Dus het is in ieder geval de verruiming die we hebben gekregen, zodat je het meest weer kunt doen. En in ieder geval aan het werk kunt. Want als het echt allemaal op 1,5 meter moest, dan was het echt buitengewoon moeilijk om ook maar één productie op te starten. En ik denk dat het ermee te maken heeft dat er in Nederland in eerste instantie te weinig testcapaciteit was. Want dat was natuurlijk dat hoort daar wel bij. We hebben ook als sector aangegeven dat we die mogelijkheid willen hebben op het moment dat die testcapaciteit voldoende is. Want we begrijpen natuurlijk heel goed dat in de zorg daar de eerste middelen voor ingezet moeten worden. Maar nu die er is, lijkt voor ons de weg wel open om dat, hoop ik, op korte termijn voor elkaar te krijgen. En hoop ik dat we een versie 3.0 kunnen publiceren van het protocol. Met testen, ja. Met testen. Nee, ik kan me voorstellen dat het ook voor mensen ook psychologisch, het is praktisch, maar ook psychologisch het gevoel geeft dat je zeker beter weet waar je aan toe bent en minder in het blind, zeg maar, werkt. Ja. Nou, we hebben een eerste vraag. En dat is of het de verwachting is dat producties langer gaan duren vanwege de naleving van het protocol. In de vraag staat ook, en dus duurder worden, vraagteken. Nou ja, als ze langer worden, dan worden ze ook duurder volgens mij. Maar is dat de algemene verwachting dat producties meer tijd gaan kosten? Nou, als we kijken naar de dramaproductie die bij ons in augustus opstart, is daar wel de verwachting dat die langer zal zijn. Ja. En die verwachting, heb je die al in een draaischema kunnen zetten, waardoor je kan zien hoeveel langer? Nee, dat durf ik je niet te zeggen. Nee? Ze zijn nu bezig met je bent met wel voorzichtig, hoor. Nee, ze zijn nu bezig met de draaischema's. Maar men houdt wel rekening met de percentages die ik eerder heb gehoord van de 25% tot 30%. Ja. En dat is echt voor zo'n lange dramaserie denk ik dat ik dat ook wel begrijp. Ik denk dat het bij de non-scripted producties, is het gewoon echt afhankelijk van de productie. Of je daar langer mee bezig bent. Ik denk als ik kijk naar programma Even tot hier, dat had volgens mij niet heel veel meer studiotijd op de dag zelf nodig. Maar dat was, weet je, zonder publiek, een hele kleine crew. En misschien de eerste keer wel, maar dan ben je er ook weer aan gewend. Ja. Dus het is echt heel erg afhankelijk. Elke productie is volstrekt anders. Zoals wij hier met elkaar zitten, is het heel overzichtelijk. Maar gooi er een publiek tegenaan en dan wordt het een heel ander verhaal. Ja. Dankjewel. Ik heb nog een ik heb nog een vraag. Sorry. Oh, Manoushka, sorry, neem me niet kwalijk. Ja, je bent gewoon bij ons op Zoom. Ja. Nou ja, nee, inhakend op wat Doreen net zegt, is dat wat er gebeurt, en dat staat eigenlijk ook wel in het protocol, is dat je wil dat mensen secuurder gaan plannen, dat producenten secuurder gaan plannen. Dat ik niet elke week één dag op de set ben, maar het liefst mijn scènes gebundeld hebben. Dus alleen maar door al, als elke acteur voor elke acteur zo gepland wordt, of de scènes voor meerdere acteurs gebundeld worden, dat alleen gaat ervoor zorgen dat het iets langer gaat duren dan normaal. Ja. Ja. En dat de dagen mogelijk langer kunnen gaan worden dan normaal. En nou ja, goed, alles bij elkaar opgeteld gaat dat ietsje meer geld kosten. Tijd is geld. Ja, langere dagen, maar misschien niet altijd ook zodanig gecompenseerd. De nieuwe vraag die hier verschijnt, wat gebeurt er, en dan tezaakjes ook verzekeringstechnisch, als er een crew of cast dit ziek wordt tijdens de shoot? Zijn er al ideeën qua annuleren, doorbetalen, tegen welke voorwaarden, of zelfs crew en cast in quarantaine? Dat laatste misschien eerst eventjes. Crew en cast in quarantaine? Nou, ja, het is zo dat ze in zowel Engeland als Amerika is daarover gesproken. Om dat te doen, ook bij langlopende televisieseries. Dus dat zou dan betekenen dat je de hele ploeg, dus de acteurs en de technische ploeg, samen in één hotel zet. En die mogen dan ook geen contact hebben met de buitenwereld.
Maar die krijgen wel volgens mij drank en drugs. En dan... dus die manier van werken eigenlijk. En ja. Dat is natuurlijk een manier om dat te controleren. Want zo snel iemand naar huis gaat 's avonds en met zijn kinderen is... En die kinderen zijn de hele dag ergens geweest. Iemands man of vrouw is ergens geweest. Weet je wel, dan weet je niet wat er gebeurd is. Maar dat is eigenlijk een hele drastische aanpak om een productie COVID-safe, zou ik maar zeggen. Ja, maar het is wel helder. En als je je voorstelt dat... kijk, in Nederland doen we natuurlijk veel kleine producties. Maar als je natuurlijk een hele grote show hebt die de populairste show is van Netflix of van HBO... dan wil je zorgen dat die gedraaid wordt dit jaar. En dan is zoiets een relatief kleine kostentoevoeging. Ja, financiële kosten, maar menselijke kosten zijn natuurlijk vrij hoog. Absoluut, ja. Ja. En zijn er ook al andere ideeën over wat er gebeurt als er iemand ziek wordt? Qua annuleren, doorbetalen. Ja, we hebben het er net nog een klein beetje natuurlijk over gehad. Het ligt erg aan de functie, hè? Wie wordt er ziek en met wie is die in contact geweest? En dat zal dan bepalen hoe rigoureus of niet rigoureus je moet ingrijpen. Ja. Maar ik denk dat het een hele wezenlijke vraag is van als iemand ziek wordt, krijgt diegene dan doorbetaald? Ja. Lijkt mij logisch dat dat zo is. Alleen, we zijn freelancers, dus hoe werkt dat dan? Krijg je dan alleen die week nog doorbetaald? Of krijg je die weken daarna doorbetaald die 2-3 weken dat je ziek bent? Dorien, volgens mij wil jij iets zeggen. Ja, dat is natuurlijk ook... Een zelfstandige, als je het volgens de wet kijkt, mag je eigenlijk niet doorbetalen bij ziekte. Mm-hmm. Daar zit het verschil tussen werknemer zijn en zelfstandige. En ik denk dat elke producent daar zijn of haar regels bij heeft hoe ze daarmee omgaan. Maar als je het vanuit een wetgeversperspectief kijkt, die zegt ja, de zelfstandige is gewoon verantwoordelijk. En als je ziek bent, word je niet betaald. Nee, maar misschien ziet de vraag er ook wel op van als iemand anders ziek wordt en we worden gecanceld. Dat bedoel ik. Ik dacht als een werknemer zelfstandige ziek werd. Ja, ik durf daar nog niks over te zeggen. Ja, weer durf nee, niet. Maar, nee, maar ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen als ik eerlijk ben. Want dat garantiefonds wat nu voor gerelateerde producties werkt. Dan wordt het natuurlijk iets makkelijker om daar afspraken over te maken richting werknemers en medewerkers. Ja, kijk, en je hebt natuurlijk ook nog de situatie waar... kijk, als een crewlid ziek wordt, kan de productie doorgaan. Als een castlid ziek wordt en er staan opnames voor die dag of de volgende dag gepland... dan moet je kijken, oké, wat kunnen we nu nog in het schema aanpassen... om een productie wel door te laten gaan... En vaak is dat ook niet meer mogelijk op die korte termijn. En dan is zo'n garantiefonds, ja, dat zou wel heel fijn zijn voor de hele sector. Ja, want eigenlijk blijft het tot die tijd voor producenten best moeilijk om te beantwoorden. Want hoe ga je dat financieren om iedereen door te betalen als je productie wordt afgebroken? Dus ja, ik denk in die zin mogen we van medewerkers natuurlijk ook verwachten dat ze daar proberen over mee te denken. Wat voor situatie stap ik in? En wat zijn dan, redelijke afspraken? We moeten het met elkaar doen. We moeten het met elkaar doen. Ja, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Ja. Dankjewel. Een vraag. Hoe goed de protocollen ook zijn en er geïnformeerd wordt... er zullen altijd medewerkers zijn die zich niet aan de regels houden. Hoe zou je hiermee om kunnen gaan? Vanuit het hart, zeg ik... Ja, je weet dat het kan gebeuren en misschien ook wel gaat gebeuren. En niemand had 5 maanden geleden kunnen voorspellen dat we in deze situatie zitten. En ik blijf dan toch een beroep doen. Je doet het niet voor jezelf, je doet het voor de samenleving... en voor een ieders werkbehoud en werkgelegenheid. En we kunnen dat niet vaak genoeg zeggen. Neem je eigen verantwoordelijkheid... Denk aan je buurvrouw, denk aan je buurman en de samenleving. En die verantwoordelijkheid? En, als iemand dus echt doelbewust het schaadt... Ja, dan moet je denk ik toch als producent maatregelen nemen... en iemand niet meer toestaan om op te zetten komen. Ja, dat is ook al wel eens gebeurd, heb ik gehoord. En nou,
ik kan me ook voorstellen, die verantwoordelijkheid gaat dan ook over misschien elkaar aanspreken. We hadden het er net ook al even over. Maar toen dacht ik eigenlijk, die kan je ook omdraaien of reverse en zeggen, ja, als je aangesproken wordt, om daar dan ook, zal maar zeggen, sportief mee om te gaan. Toch? Ja. Ja, want we hebben in onze producties vaak best een hele zware, zal maar zeggen, hiërarchie. We doen wel heel gezellig, maar er is best een zware hiërarchie. Dus eigenlijk zou je ook moeten zeggen, voel je vrij om ook omhoog mensen aan te spreken. Ja. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. En inderdaad wat je zegt, om er sportief mee om te gaan. Om inderdaad te zeggen van, oh ja, dat was stom wat ik deed. Ik ga dat vanaf nu beter doen. En laten we proberen weer door te gaan, weet je wel. En in plaats van, en inderdaad, ik heb ook al dingen gehoord van mensen, zowel bij commercials als bij drama, die ook zo waren van, nou ja, ik vind het een beetje overdreven en gedoe. Ja, dat is toch moeilijk. Die mensen die moeten toch uiteindelijk voor de hele groep ook mee gaan doen met dit. Totdat weer de volgende verruiming is. En ik bedoel, dit gaat natuurlijk in het komende half jaar, drie kwart jaar, totdat er een vaccin is, gaat dat de hele tijd blijven veranderen. Ja, ik denk dat het nog belangrijk is om even te zeggen, dit gaat gewoon de realiteit zijn totdat er een vaccin is. Ja. We hebben het allemaal vaak gehoord bij het RIVM, maar ook voor ons geldt dat. Wij zijn hierop geen uitzondering. Nee, dus tot die tijd is het niet volledig veilig. En je hoort steeds de verhalen over mensen die even een kort feestje hadden en dachten van, oké, we zijn eruit, weet je wel, uit de lockdown en dat iedereen ziek wordt. En dus dat kan ook heel goed op een filmset of een televisieset. Heb jij al een eerste draaidag voor iets gepland? Want misschien is het een idee om dan een soort van kunstje met iemand af te spreken dat de productie, dat jij iets fout doet en dat je met de productieassistent afspreekt dat die jou aanspreekt, zodat we allemaal zien, het mag, het kan en het moet zelfs. Is dat een suggestie? Ja, dat is leuk. Ja. Ja, leuk, toch? Ja. Dank je. Maar het virus maakt geen onderscheid. Er bestaat geen hiërarchie in dat virus. Dat krijgt iedereen. Dus ja, dit is gewoon een algemene verantwoordelijkheid. En ik snap heel goed als mensen denken van, nou, wat duurt het allemaal verschrikkelijk lang? En moet dit nou echt? Ja, het moet echt. En ik denk, anders moet je gewoon even niet komen werken. Ja, ja, maar het gaat zo in tegen, we voelen altijd die tijdsdruk. En nu moeten we, anders dan normaal, waar de planning op nummer 1 staat, moeten we nu zeggen, nou, gezondheid en veiligheid staan op nummer 1. Maar dat is heel interessant wat je zegt. Want ik denk dus ook dat die tijdsdruk in die zin ook echt een beetje eraf moet. Weet je wel? En dat, zoals we normaal altijd draaiden, van oké, we gaan vandaag die 8 pagina's doen, weet je wel. Het wordt heftig, maar we gaan het doen en het gaat lukken. Die druk kan je dus niet meer erop gooien eigenlijk de hele tijd. Want dan zou je dus eigenlijk alle ideeën over veiligheid los moeten laten. Ja. Manuska, ja. Sorry dat je zo moet. Je zit al heel lang te zwaaien, denk ik. Ik denk, Wink. Ja. Nee, ik wil aansluiten bij wat Guido zegt. En bij dit hele verhaal over tijdsdruk. Wat zo fijn is dat je het allemaal van tevoren kunt bedenken. We hebben een goed protocol. We hebben een goede toolkit. Ik ga ervan uit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. En neem aan dat je het zelf niet ziek wil worden. En inderdaad, als je het allemaal onzin vindt, moet je even niet komen werken. Maar het is zo fijn dat we nu al deze middelen hebben om heel goed van tevoren af te spreken. Dit kan en dit kan niet. En zoveel tijd gaat het ongeveer kosten en waarschijnlijk meer. Dus als je er midden invalt en je moet dan gaan uitzoeken hoe je het af moet maken, dat is natuurlijk een ander verhaal, maar nu weten we het in ieder geval van tevoren. Ja, totaal. Ja. Dus. Kijk nog even naar een volgende vraag. Is er al enig zicht op de tijdlijn met betrekking tot de verruiming qua zoenen en vechten en eventuele maatregelen zoals testen, quarantaine? Dus is er zicht op die tijdlijn met betrekking tot verruiming? En komt er op de app een pop-up of iets dergelijks, zodat je weet wanneer die aanpassingen er zijn? Een pop-up. Dat denk ik zeker. Want ik denk het zeker over een persbericht natuurlijk. En nou, er was eigenlijk door het RIVM Outlook Management Team gezegd dat er eind deze week nieuwe informatie zou komen. Ik begrijp nu dat waarschijnlijk volgende week gaat komen. Ze zijn uitermate voorzichtig en met besluiten nemen en keuzes maken. Dus Dus er gaat binnenkort nieuwe informatie komen. Maar hoeveel dat zal zijn, dat weet niemand. Maar kun je die pop-up beloven?
Ja, ja, ik beloof. Ja, die is beloofd. Oké, okay, die hebben we. Heel zeker. Goed. En weten we, we weten dus niet wanneer er weer gezoend en gevochten mag worden. Dus zodra de maatregelen verruimd worden. Ja. Ja. Dus we moeten even wachten op het RIVM. Hou het RIVM in de gaten, sowieso. Wat is de beste manier of weg om straks feedback te kunnen geven als we op de set weer bezig zijn en we onmogelijkheden tegenkomen? Nou, we hebben nog een paar seconden voor deze laatste vraag. Maar ik zou zeggen, als er een health and safety officer is, dan spreek je die daarop aan. Maar wees ook niet bescheiden om elkaar aan te spreken. We hebben het net erover gehad. Iedereen, met respect naar iedereen elkaar. Heeft die verantwoordelijkheid. Met respect naar elkaar. Dat is een prachtige toevoeging. Ja. We komen tot het eind van dit gezellige uurtje. Ik hoop dat we met z'n allen iets van de drempels hebben weggenomen. Die jullie in de weg zouden staan om het protocol te lezen. Of om de toolkit te gebruiken. Ik hoop dat jullie allemaal hebben gezien dat die 6,5 pagina echt niet te veel is. De Donald Duck is langer, zou ik maar zeggen. En dan hebben we ook nog de toolkit om jullie er doorheen te loodsen met pop-up wanneer er wat verandert. Ik wil dit panel ontzettend hartelijk bedanken. Doreen, Guido, Manushka. Het NFF Extended, de NAPA, de NCP en ook het pakhuis De Zwijger voor deze prachtige setting. En ik wens jullie allemaal ontzettend veel plezier als jullie weer aan het werk gaan. Pas goed op elkaar en blijf gezond. Dankjewel. Dank jullie. Dankjewel. We'll be right back.